Zo, dames en heren. Jullie hebben allemaal massaal gestemd. Wat willen we zien? Uiteindelijk komt erop neer dat jullie alles willen zien. Rijtesten, dagelijkse gang van zaken en rallies en races. We beginnen vandaag met de RS6 2020. Nieuwe icoon van een auto. De oude RS6, vanaf 2013 geleverd met een facelift tussendoor. Ja, die kent iedereen wel, maar nu de nieuwe RS6. 600 pk standaard. Uitgebouwde auto, duidelijk te zien. 195 centimeter. Standaard 22 inch wielen, keramische remmen. Alles zwart. Vind ik persoonlijk heel gaaf. Is wel een beetje mijn smaak. We gaan het beleven. We gaan een stukje rijden. En ik ga u alles laten zien wat hij kan en wat hij doet. Wat het verschil is tussen gewoon rijden en uiteindelijk als je de RS-knop indrukt, wat hij dan doet. Dus we gaan erin. Nou, inmiddels zitten we in de auto. We rijden in de auto. En los van de looks is het er uiteraard ook op technisch front heel veel veranderd. De vorige RS6 had 560 pk standaard. Deze 600. 600 pk met 800 Nm koppel. Indrukwekkende cijfers. Maar voor heel veel vergelijkbare modellen als Mercedes, BMW, nou, en dan in dit geval Audi, is dat een beetje het gemiddelde. Maar wat Audi wel heeft gedaan, is een mild hybrid systeem eraan toepassen. Die zorgt ervoor dat het vermogen eigenlijk heel gelijk blijft. Dus vanaf 3.500 toeren, een lijn omhoog, boom, afvlakken tot 6.800 toeren. Zowel de pk's als het koppel in de newtonmeters blijven heel mooi gelijk. Zorg ervoor dat je op de meeste toeren, laat ik zo zeggen, dus vanaf de helft van de maximale toerental, gelijk vermogen hebt. 3.500 toeren gas, poep, gaan. 6.000, poep, net zwart. Dat vind ik heel knap. Heel goed gedaan. Nog een mooi lichtpuntje van de nieuwe RS6 is de drivability, zoals ze dat noemen. De besturing van de auto gaat normaal gezien alleen over de voorwielen. De achterwielen staan altijd stil. Voorheen. Bij de nieuwe RS6 hebben ze de adaptieve achteras. De meest sturende achteras. Wat krijg je dan? Dat op het moet er nog hard remmen ook. Wat krijg je dan? Op het moment dat je stuurt, gaan je voorwielen, bijvoorbeeld, we gaan naar links, gaan je voorwielen naar links en je achterwielen naar rechts. Wat gebeurt er? Je krijgt een soort heftruck idee. De kont van de auto draait mee. Dus ik ga naar links en de kont doet die. Net alsof je met een snowboard even een zetje meegeeft. Dat zorgt er dus voor dat die auto veel en veel en veel sportiever wordt. Het mankement van de oude RS6 was onderstuur. En dat hebben ze echt aangepakt. Daar hebben ze naar geluisterd bij Audi. En hebben ze iets heel moois van gemaakt. Nu staat de instelling van de auto op auto, automatisch. Dus op het moment dat ik hard ga rijden, dan wordt de demping hard. En de stuurgedrag wordt hard en dan gaat hoog in de toeren. Je kent het wel. Druk ik nu op de knop RS mode. Je hebt er 2, 1 en 2. Dan gaat alles op sport, als je dat hebt ingesteld. Maar standaard staat dat zo en je kan het zelf nog aanpassen. Maar alles staat zo. Nou, we moeten nu eventjes in de file de snelweg op, zie ik. Maar goed, we gaan er zo profijt van hebben. Het onderstel wordt hard. Het stuur wordt zwaar. En je voelt gelijk de directheid van het onderstel. De achteras die doet gewoon poep, we gaan de andere kant op. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat je dadelijk op hoge snelheid de bocht indraait en je gaat draaien, dat die auto ook roteert. En dat is zo goed. Wat dat betreft heb je dan heel erg het idee van een raceauto. En
dan 600 pk invoegen en het gas erop houden. Vierwielaandrijving zorgt ervoor dat je altijd tractie hebt. Sportdifferentieel van Audi hebben ze ook natuurlijk weer vernield. En ja, is gewoon beter. Ik kan een heel kut verhaal vangen. Het is gewoon beter. We gaan straks een paar binnendoorwegen pakken. En dan ga je helemaal zien waar zo'n differentieel goed voor is. Waar zo'n achteras goed voor is. Waar remmen goed voor zijn. Want geloof mij, die zit een partij remmen op. Ik heb nog nooit gezien op een straatauto zo groot. Maar hij heeft het nodig. Het is een zware auto. Ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar ik geloof 1900 zoveel kilo. Maar ondanks dat zware gewicht voelt hij als een lichtgewicht auto. En daar hebben ze bij Audi goed op aangestuurd en vooral goed naar geluisterd. Wat was het nadeel van die auto? En wat wordt het voordeel van die auto? Ja, nou goed, 4000 toeren, vol gas. Weg, acceleratie. En die drukt op die knop van die pedal. Boom, over. En binnen no time gaan we 200. Mag niet. Maar ik doe het lekker toch. Ik zeg toch niet waar we zijn. Het mooie van Audi is de pakketten om auto's aan te kleden. Je kan hem aankleden met een zwarte hemel. Je kan hem ook nog met Alcantara krijgen. Deze auto niet. De een vindt het ook mooi trouwens, de ander niet. Maar goed, Allah. Alcantara pakket qua stuur en pook. Nou is die pook niet zo bijzonder. Het geeft wel een mooie flair. Met stuur wel. Want heb je dadelijk een mooie zonnige dag? En ga je even een stukje planken? Dan krijgen we zelf kleffe handen. Is gewoon zo. Hebben mensen nou eenmaal. Heb je dan een Alcantara stuur in plaats van een leden stuur? Dan kun je met een Alcantara stuur nog steeds je stuur vast blijven houden. Dat is wel een belangrijk detail voor de mensen die een beetje door willen rijden. Het nieuwe multimedia panel, alles is touch, geen knoppen meer. Alles is volledig zoals je iPhone of je Samsung of wat voor telefoon je ook hebt bediend. Je drukt op die knop, er gebeurt wat. Op het scherm, oh, nou gaat gelijk de radio aan, nou doe maar even stil. Telefoonkopje natuurlijk, Apple CarPlay, noem het maar op, het zit er allemaal op. Deze auto is ook uitgevoerd met head-up display, dus eigenlijk die tellers die nu ook natuurlijk digitaal zijn, ik kijk er niet meer naar. Waarom? Ik heb alles in mijn ruit staan. Ik doe de cruise control aan. Ik zie in mijn ruit dat ik nu 86 de cruise control rijd. Dat blijft hij ook doen. Hij staat in RS-modus. Ik zie het toerental staan. Dus op het moment dat ik geaccelereerd en ik moet schakelen, dan gaat hij ook rood knipperen van nu schakelen. Boom, op. Ik zie de olietemperatuur. Nou, die is nu 104 graden. Nou, dat blijft hij ook mooi. Ga je hard rijden, wordt hij een keer 110. Dat is niet zo erg. Zijn ze opgemaakt. Verder 360 graden camera's, ook lekker voor het inparkeren. Voorheen zei je mensen, wat moet je ermee? Maar op het moment dat je het niet meer hebt, dan mis je het. Heel fijn. Nou, we komen een bocht aan. Kijk eens even zo'n 600 pk acceleratie. Boom. Binnen no time zit je van 40 naar 200 en een beetje. En dan kom je bij de bocht, bij de stoplicht aan en dan gaan we lekker rustig stilstaan. Het mooie is, ik doe dit en ik zit nog steeds rustig te praten. Zo relaxed kan die auto zijn. Ik rij nu weer rustig weer binnen door. Hoppatee, niks aan de hand. Rustig kan je zitten bellen terwijl je 200 rijdt of 300 rijdt, want zo hard gaat hij, 305 km per uur, dan gaat de begrenzer aan. De begrenzer staat aan op een 305 km per uur. Dat zijn nogal getallen. In Nederland mag je het niet rijden. In Duitsland wel, op de meeste wegen, snelwegen, sorry. En dan
heb je keramische remmen nodig die zo groot zijn dat ze net aan in 22 inch wielen passen. 22 inch standaard. Nou is Audi daarin trouwens een van de weinigen die zulke grote wielen standaard, sorry, als optie, maar wel af fabriek, 22 inch wielen op een auto monteert. Mercedes E63 gaat niet verder dan 20. BMW, twijfel ik, maar in ieder geval zeker geen 22. Maar 20 of 21 wordt het daar. Ik weet het niet zeker. Zou ik uit moeten zoeken. 600 pk standaard, dat is op zich geen bijzonder verhaal. Alleen dit is de eerste oplage van de nieuwe RS6. Dat betekent dat net als bij het vorige model, kwam er een performance model. Die ging van 560 naar 605 pk. 5 pk meer dan deze nu. Raak het oude model meer vermogen. Maar dat was de performance. Die zal er ook komen. Maar dat gaat 2 jaar duren. Dat was bij de vorige namelijk ook. En ook dan zal er een upgrade komen van 40, 50 pk. Nou ben ik zelf altijd sowieso al een Audi fan geweest. Maar Mercedes heeft mij zeker de laatste 4, 5, 6 jaar met de nieuwe modellen toch ook uitgedaagd. En waarom? Mercedes had altijd dat het een beetje ouderwets was. Het was een beetje comfortabel, degelijk, robuust, niet kapot te krijgen. En dat is ook nog wel zo. Alleen ze zijn meer de sportieve kant op gegaan. En dat was uiteindelijk de kant waar Audi het verloor. Audi heeft altijd de echte ook sportmodellen gehad. Dus begon met de Sport Quattro. Toen kwam de RS2. Nou, dat werd weer omgeturnd naar de RS4, hè, de Station. Sowieso is Audi van de Stations en Mercedes van de sedans. Nou, bij mij Mercedes wel de keuze tussen een Station en een sedan. En bij Audi is het gewoon alleen maar een stationwagen. Dus, nou ja, oké. Okay. Waarom ze ook goed waren? Vierwielaandrijving. Waarom? Iedereen kan hard met die auto. Als je maar op tijd remt voor de bocht trouwens. Daar komt het, de bochten. Je moest heel hard remmen voor die bochten. Want je kon de bocht niet meer om met zijn ding. In vergelijking met bijvoorbeeld de Mercedes of een BMW. Nou is het niet eenvoudig. Maar ik wil je wel laten zien wat het verschil is geworden. Dat hebben ze aangepakt. Zoals verteld, meesturende achteras. Adaptief onderstel. Je hebt een luchtvering en magnetisch trouwens. Hier zit de luchtvering op. Met die luchtvering kan je de compressie verhogen, waardoor die stijver wordt. En dus beter gaat sturen. Nou, dat kan met hele eenvoudige knoppen. Door gewoon de RS-modus in te drukken. Je hebt een RS1 en een RS2. Beide kun je instellen zoals jij wil dat ze zijn. Alleen bij de RS2 kan de ESP op sport. Daar gaat hij niet uit, maar wel sport. Dus hij laat een lichte drift toe. Hij laat toe dat hij een beetje slipt, links of rechts. Hij laat toe dat hij lichtjes zijn kont verzet. Ga je helemaal dwars, grijpt hij in. Fijn. Want niet iedereen kan ermee overweg. Zo heb ik dat ook wel eens een keer gehad met een BMW. Is niet helemaal goed gegaan. Maar ja, leer van. Inmiddels heel wat raceervaring verder heb ik daar niet zo problemen mee. Oh, hier staat politie. Kijk, hier staan ze te controleren. Hallo jongens. maar er zijn ook mensen die dus geen ervaring hebben met die hele snelle dingen. Met 600 pk op de achterwielen, noem het maar op. Nou, daar is een Audi goed voor.
Wat nou zo leuk is aan een nieuwe RS6, is launch control. Je zet hem stil. Even keer. Je zet hem stil, met links voet op de rem, vol, gewoon vol indrukken. Rechts vol gas, zegt hij launch control geactiveerd. Rem los. Even uit mijn hoofd. Details, ja, weet ik veel. Volgens mij 3,3 seconden en 100. Maar ik weet niet zeker, maar volgens mij was dat het. Wat een kanon van de wagen. Echt gewoon een machine. Maar ja, doen we hem eventjes weer op automatische stand. Comfort. Boop. En hij is weer lekker rustig. De uitlaatklep gaat dicht. En hij is stil. Voor wat voor rijder is nu de RS6, ga je al vragen. Iemand die comfort wil. Iemand die zakelijk voor wil kunnen komen rijden. Iemand die met zijn gezin op vakantie wil, of in ieder geval wat eten wil, weet ik veel. En iemand die smaak heeft. Want als er één auto is waar iedereen mee in de smaak valt, is het wel de nieuwe RS6. In het zwart, in het blauw, in het grijs, in het wit, het maakt niet uit. Ieder zijn eigen keus. Maar de auto op zich heeft altijd de gunning. Het is nooit een foute auto. Het is nooit een te brutaal ding. Het is een elegante auto. Voor ieder die denkt, het lijkt me wel wat, het doet me wel wat je zegt. Of je denkt, ouwe, niet zo stom. Mag ook. Maar voor ieder die denkt, het lijkt me wel wat, bel ons op en probeer het. Probeer het gewoon. We hebben hem. We kunnen er redelijk lang mee rijden. Hij staat op kenteken. En als je wil, vandaag rijden. 2 stuks. Zolang de voorraad strekt. Dit is de nieuwe RS6. Ik kan zeggen was, maar het is hem. Ben jij serieus geïnteresseerd? Bel ons. Ik zet hem voor je klaar. We gaan een stukje rijden, proeven, ruiken. Verzin het. Ik hoop dat je hem interessant vond. Wil je meer van de rijtesten, van auto's, van dagelijkse bezigheden, rallies in meetings, races, noem het maar op. Alles wat eraan gaat komen. Volg onze pagina op YouTube, Instagram, Facebook. Je kent het wel. Like hem. Verzin het. Doe alles wat je kan. En ik zie jullie later in de volgende film. Ciao.